Goedemorgen, het is weer dinsdag, dus na gisteren getraind te hebben en ook nog tjatsi, ben ik wel eigenlijk een beetje, een beetje moe. Ik heb het ook nou kunnen verplaatsen naar woensdag. Dit lijkt me beter, woensdag train ik niet, dus dan kan ik ook gewoon tjatsi. Tjatje doen. Ik zeg altijd tjatje. Ja. En volgens iemand die ik ken, is dat zweverig. Maar ja, dat maakt me niet uit. Het is goed voor mijn lijf. Ik ga vandaag dus weer trainen. En ik wou fietsen, maar het ziet er niet uit voor fiets weer. Dus. Misschien ga ik vanmiddag wel twee keer trainen. Dus, of vanavond wel twee keer trainen. Wat heb ik al als ontbijt? Nou, ik heb natuurlijk weer. Het is trainingsdag. Dus ik heb. Yoghurt. Griekse yoghurt. Ik krijg het niet gratis, dat wil ik er zijn. Want. Grieken, ik krijg nog een beetje geld van die Grieken. Iedereen, trouwens hier in Nederland. Maar, wat heb ik? Ik heb dus Griekse yoghurt. En twee eieren. Volgens mijn personal trainer moet ik meer eiwitten eten. Voor spieren dingen. Nou heb ik dat helemaal nog niet nodig, maar gisteren begon hij met... En die bijspieroefeningen van, dat gaan jullie twee weken doen. En dan een week gaan jullie het dubbele doen. Dus, en daarna weet ik nog wel een paar tips en trucs. En dan gaan jullie heel langzaam mee naar achteren. Want daar zijn jullie rij voor. Nou, ik zie me zo wel al met gewichten sjouwen. Maar ja, dat maakt niet uit als ik er maar vanaf val. En als ik maar een beter lichaam krijg. Nou, ik ga afsluiten, want ik moet nog even eten en ik ga zo weg. Dus tot tussen de middag. Goedemiddag, we zijn weer aan de lunch. Ik heb weer keihard getraind. Een beetje te hard geloof ik. Het is toch niks maandag s'avonds ook nog trainen met dat chachi hoor. Ik trek het bijna niet. Dus ik ga, ik heb het al vanmorgen gezegd. Ik ga het op de woensdag doen. Dan heb ik helemaal niks te doen. En, tenminste, wel wat te doen, maar geen training. Dus ik ben, hoe heet het? Ja, ik heb een beetje last van mijn luchtwegen al. We zijn aan de lunch. Ik heb als lunch voor mij doen een uitgebreide lunch. Ik heb een omeletje met goed met champignons. En ik heb twee krekkertjes, eentje met Amerikaan filet en eentje met geitenkaas. Trouwens, op het omeletje zit ook geitenkaas. Ik denk met een rare omelet, maar het is die poes. Zou het beter zien. Omelet met champignons en geitenkaas. Krekker met Amerikaan filet en eentje met geitenkaas. En een weker god in de pens. Zit nu, ik heb geen rode pepers meer. Zitten nou drie Turkse pepers in. Want ik vind die Turkse pepers niet zo heet. En als je goed kijkt, dan zit er alweer eentje te loeren. Hey, Pinky. Kijk eens even naar de camera. Ja, goed zo. Nou, ik ga even lunchen.
Ik ga een... Ik ga vanmiddag nog even fietsen. Ik zal hem meteen in mijn zak stoppen. Dat kan ik jullie niet vergeven. Maar het is wel... er zijn er eentje van... ik mag die zonder scheerlijnen buiten. Maar er staat een half in. Dus het is goed voor de benen. Ik zie u zo meteen weer. Ik sta hier weer midden in de polder. En het is zo'n wind. Ik moet mijn fiets vasthouden. Waar joh. Het is gewoon... ik ga het best even laten zien. Door naar die polder. Het is echt windkracht 6 tot 7. Daar is de toren. Daar moet ik heen. Dus ik heb zelfs een paar minuten stil houden. Dus ik ga weer verder. Goedenavond. We zijn weer aangekomen bij het eten. Wat eten we vanavond? Nou, we eten iets weer uit de oven. Niet dat ik het wakker wil maken, maar ik heb een ovenschotel met vengel en geitenkaas. Helemaal vegetarisch. Maar ik heb nog wel een stuk kip als op beneden voor de extra erbij. Dus. Wat hebben we daar nou voor nodig? Nou, dat is 1 venkelknol, verse room, geitenkaasje, een prei, zout en peper, zoals normaal, en boter. We gaan de prei stoven. En dan komt zo meteen de room komt er overheen. De venkelknol die wordt gekookt. Beet gaar. En dat alles met z'n allen die gaan zo meteen in de oven. Dus ik ga zo de oven aansteken. En de venkelknol schoonmaken. Het groen kan u bewaren. Ze zeggen lekker met krieltjes, ja oké, als je daarvan houdt. Maar ik ben nog steeds met koolhydraat arm dieet bezig, dus voor mij geen krieltjes. Ik eet zo op, dat vind ik ook lekker, alleen maar groenten. Dat is ook goed. Nou, ik zie u zo meteen weer aan tafel. Een goede avond. We zitten weer aan tafel. En het gerecht lijkt wel goed te wezen. Het is een ovenschotel met vinkel. En er zit ook prei in. En geitenkaas. Geitenkaas. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb getraind. Nu mijn rug. En mijn biceps. Nee, met 3 vips. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb gefietst. En 12 kilometer. En ja, vanavond. Ik heb dit gemaakt. Het ziet er smakelijk uit. Zoals ik zelf zeg. Een bordje met groentes. Ja, ik slees nooit hoor, maar ik doe het even expres. Wat ga ik vanavond doen? Ik ga vanavond naar een film kijken. En ik ga niet naar De Wereld Draait Door kijken. En ook niet naar Paul. Dat is wel zo'n eikel.
Zacht maar hier. Ik snap niet dat er 200 vrouwen op gek op zijn. Moet je niet de dingen smelten. Maar ja, die ben ik. Het zijn allemaal springhalen en zo. Dus nee, er komt een mooie film op Veronica. Ik ga kijken. Ja. Nee, ik ga nog een beetje zitten lezen. Gisteren is er een boek aangekomen waar ik aan mee heb gewerkt. Dus, over borstkanker. Ja, ik heb zelf geen borstkanker, maar ik heb toen iemand gefotografeerd die body paint. En met die ene afgezette borst. Ik vind het een beetje eng. Maar ja, ik hoop nooit dat ik kaal krijg. Dus ik vind het erge ziekte. Dus het is ook de enige waar ik mijn naam aan wil verbinden of andere dingen. Maar voor de rest, nee. Maar ik geef geen geld. Ik help wel mee dan of zo. Net als met dit. Dus ik ga geen salarissen van directeuren sponsoren. Want het meeste blijft aan de strijkstoel gaan. Dus. Dit is net als in Haiti. Voor 36 miljoen hebben ze het eten gekocht en kleding. Zouden die mensen beter huizen kunnen geven? Maar ja, wie ben ik? Hè? Dus Albert Heijn hebben er ook leuk aan. En al die andere super grootgutters. Die hebben er leuk mee aan verdiend. Dus. Nou, ik wens u een prettige avond verder. Ik ga lekker eten. En ik zie u morgen.